We waren Hitweek aan het maken. En op een gegeven moment komt Theo van der Boogaard komt langs. Willem, zegt hij, er is nou iets uitgevonden, jongen. Een soort LSD, maar dan permanent. Ik zei, wat? Ja. Ik zei, wat is dat dan? Vertel. Want ik had wel eens LSD genomen en dat was behoorlijk heftig. Toen zei hij, bruine rijst. Ik zei, bruine rijst? Geweldig. Begeleid door een politie-escorte heeft de papieren constellatie van Willem de Ridder op maandag 16 december enige tijd door het centrum van Amsterdam gereden. Ik heb op een gegeven moment moeten ontsnappen uit Amerika. En toen het blad klaar was, werd er op de deur gebonkt. Toen kwam de FBI en die zeiden van als u nog een nummer maakt, dan gaat u de gevangenis in. Ik kom er zo aan. Ha, ha, ha.